Ja, in de studio nog steeds Hattie Beugeling van JTL. Ja, Hattie, we zeiden het net al, we laten een fragmentje zien en horen ook van een repetitie. Ja. En kun je dat een klein beetje inleiden? Ja, dat was voor onze samenwerking met Harmonie Lelystad. En we hebben een heel groot concert gedaan. En toen werd er in de Kubus geoefend, want het was voor ons nieuw om met de harmonie te werken. Oké, en wie horen we? Laura Besa-Muska. En die woont in Lelystad? Ja, ja. Mooi, hè? Een jong meisje. Ja, ze vond het doodeng. Ja? Ja. Nou, toch klinkt het prima. Ja, het ging echt heel mooi. Niks om zenuwachtig over te zijn. Nou, met de uitvoering was het nog mooier. Ja? Ja, okay, ja. Maar de repetitie. Ja. Maar helemaal niet verkeerd. Mooi. Als je dit zo ziet, ben je dan trots? Ja, super. Ja? Ja, en als je dan nagaat voor haar klas met 30 leerlingen, gewoon haar klas op school, durfde ze het niet te zingen. Maar voor 400 man in Agora stond ze gewoon te zingen in de uppie op het podium. Ja, ja. En dan denk ik, wauw. Ja. Maar wat durft ze het dan wel? Ik bedoel, ja, legt dat dan eens durft uit? Ze wel. Ja, als zodra zij het podium opkomt, dan is het echt een podiumdier. En dan doet ze alles, durft ze alles. En als je niet oplet dan tijdens de repetitie, dan houdt ze zich op de achtergrond. En dan is het echt eentje waar je van moet zeggen van nee, kom op. En wat is het verschil dan? Waarom kan dat? Wat is het verschil? Het podium is haar ding. Daar voelt ze zich sterk. Ja, dat is helemaal haar ding. Dan is ze alle zenuwen kwijt. En nou, dan laat ze dingen zien. Het is dat ik het weet. En daardoor kan zorgen dat ze een rol krijgt waar het ook uitkomt. Ja. Maar anders dan zou je er bijna over het hoofd zien. Ja, wat lijkt me moeilijk voor jullie om dat in te kunnen schatten natuurlijk. Van als iemand binnenkomt heel terughoudend is, om die dan toch wel een grote rol of iets te laten doen. Ja, nou, we krijgen op die manier vaak kinderen naar ons toegestuurd. Kinderen die wat meer zelfvertrouwen moeten krijgen. Mm-hmm. En ja, ik geef nu 30 jaar les. Dus langzamerhand ben je daar toch wel aardig in getraind. Ja. En in die zin ondersteun ik dan de nieuwe regisseurs wel. Van, ik ken alle kinderen ook. En ik weet dan ook hoe je het moet aanpakken. Maar ik moet zeggen, de meeste regisseurs die we hebben, die pakken dat ook al goed op. En merk je het ook dat zeg maar kinderen bij jullie zijn geweest of een rol hebben gehad en dat later ergens terugziet? Dan denk je, dat komt toch omdat ze bij ons zijn gegroeid? Afgelopen seizoen, Siske de Rat, die kwam bij ons vandaan. Dus daar was ik dan super trots op. Maar die had ik 4 jaar geleden als een bang jongetje, dat hij geen stappen podium op durfde zetten. Ja. En zijn eerste stap was aan mijn hand. Omdat hij was mijn regieassistent geworden. Mm-hmm. Ik denk, dan doen we het langzamerhand stap voor stap. Ik zei, nou, dan ga je aan mijn hand mee het podium op. Want iedereen moet applaus halen, dus jij moet mee. Nou, vanaf dat moment was hij verkocht en toen ging hij langzamerhand steeds verder. Ja. En dus afgelopen jaar was hij Siske de Rat. Wauw. Ja. Denk je ooit wel eens aan JTL zonder Hattie? Ik denk dat ik in het harnas sterf, zeg maar. Ja, je gaat door tot het gaatje. Ja, zolang ik het leuk blijf vinden, blijf ik het zeker doen. Maar ik moet zeggen, organisatorisch zou het fijn zijn als daar een vaste persoon zou komen die een hoop over kan nemen. Want het is te eng om alles op één persoon nou op te hangen. En qua regie en dans, dat loopt allemaal wel. Mm-hmm. Maar als je dan qua organisatie niemand meer hebt, dan wordt het spannend. Ja, dat geloof ik. Ja. Nou ja, er staat genoeg te doen het komende seizoen. Nou, jullie hebben natuurlijk al die Batavialand Piratendag natuurlijk gehad. Afgelopen zaterdag, meen ik. Ja dat zaterdag. Klopt. Ja. Nou ja, goed, de lessen beginnen. Nou, zijn vandaag weer begonnen eigenlijk. Vandaag. De openbare lessen. Ja, de hele week hebben we openbare lessen. Iedereen kan even binnenlopen en even kijken van hoe geven ze dan les. Ja. En het is niet echt les in de zin zoals je zit
zit op stoeltjes of wat dan ook. Nee, het is een beetje losjes bij ons. Ja. Want ze komen van school af en dan moet er al zoveel. En bij ons hoeft er dan het op een wat luchtiger manier. Maar ze komen wel tot een productie en daar gaat het dan om. Ja, absoluut. En wat hebben we dan verder nog? Ja, er staat zoveel op jullie website. Ik zou gewoon eens eventjes gaan kijken op www.jtl-theater.nl. En dat is nog maar tot december. En dat is wat ik zeg, dat is nog maar tot december. Want ja, dit is ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. Ja, leuk. Je hebt er zin in, hè? Ik heb er super veel zin in. Mm. En helemaal omdat, en dat wil ik toch even melden, de social run op 24 september. We zijn daar 3 jaar geleden bij betrokken geraakt. Dat is voor Samen Sterk Zonder Stigma. En dan heb je het aan het eind van de social run heb je de finish. En dus het Te Gek Festival. En dat doen mensen, psychiatrische patiënten doen hun verhalen en dergelijke. Mm-hmm. Er komen ook bekende Nederlanders. En wij halen dan de laatste lopers binnen en moedigen ze extra aan. En dat is zo'n super festival. Het is gratis voor iedereen te bezoeken ook. En ja, daar zou eigenlijk ook vanuit Lelystad eens een keer een team naartoe moeten, vind ik. Maar goed. Wie ben jij, zeg maar dan? Ja. Hè? Ja, precies. Ik hoop ze zover te krijgen. Okay. Het, ik vond het heel erg leuk dat je hier naartoe wilde komen. En ik wens je heel veel succes komend seizoen. En, ja. Dankjewel. Nou, en dan hoop ik jullie in ieder geval een keer te zien. Ja, nou, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja, maar zeker doen. Dankjewel. Dank jullie wel.